Ja, geweldig. Ik heb zo'n keer twee sterke mannen nodig die mij de blond open willen houden. Wie zou dat willen doen? Twee vrijwilligers. En twee personen. Vier. Als in ieder geval twee van jullie alvast in één compartiment stappen. En die andere twee zorgen dat ze daar zo snel mogelijk bij stappen. Dan komt dat meestal goed. Het kan zomaar zijn dat we door een windvlaag omvallen op het moment dat we nog niet warm genoeg zijn. Thank you.
Yo! Wat ben je nou? Dat is het. Heb je nu ook mensen mee? Echt waar, hè? Maar nee, toch? Maar dan zou ik denken dat ik dat in de helft was. Maar als we op van gelukkig TV Oost. Wij zit binnen zijn, het dorpje. Of niet? Oh nee, Hangworst. Kijk eens. Ja, daar ligt ze. Deze moet je recht op. We hebben nog even gaan stuiten. Goedenavond. Ja, ja. Ik weet niet hoeveel het druk wordt. Ja, hier. Al meer? Daar en ja, een ballon, hè? Ja. Poeh. De boodschap? Nee. Moeder is net morgen 50. Dus ik zag daar staan. Ja, tenminste, ik wist niet dat je moeder was, maar ik zag de borden staan. Ik heb wel de spoelen. Ja. Inpakken. Nee, dat is goed. Jan, in de auto niet. Ja. Heel rustig. Jan is echt heel rustig. Goed uit. Maar dat is niet dat die ballon aan die bus aan doen. Dus we zijn helemaal via de stok, een beetje om een lat af, op de achterbank. Ja, helemaal. Oma!
Een strammel bot. Zouden alle passagiers hier nog even naartoe willen komen? Zeker. Dat zou mooi zijn. De helft van de passagiers aan deze zijde van de ballon en de andere helft aan de andere zijde. Help ons! Zet er bij aan de passagiers? Ja. Aan de binnenkant, aan de bovenkant, is het een lussen. Ja? Even lopen even met de zak, even omhoog houden. Ja, je moet het goed. Zo. Rest. De ballon onderarm. Allemaal aan één kant. Ja. Loop in de Hey, 1, 2, 3! Ja! De rest kunnen we weer eraf. Dan werkt die bravo. Kijk direct achteraan. Zo'n ding, joh, rik me. Moet ik even helpen, ik ben heel sterk. Erwin, kijk, doe ze hem. Ik kan niet. Over de kop, hè. Jongen, wat een beur, hè? De eerste vier lusjes aan die zijde en de eerste vier lusjes aan deze zijde. Als er mensen aan deze kant willen komen, toch op drie of zo. Bij drie gaan we de voorzijde van de mond opnieuw. Jongens, help, kom maar, kom. 2, 3, 4. Wat? Dat willen we, hè? Wacht even, dit was het. Mooi lucht. Volgende kunnen misschien de lucht in. Dus dat hebben ze gedaan. In de papierbrief van de vader, een grote zak in elkaar geplakt.
een bak gemaakt van riet en wilgetenen. En daar wilden ze vuur onder stoken. Maar toen dat zover was, durfden ze dat niet. Er was nog nooit iemand zo hoog in de lucht geweest. Dus het was maar de vraag of je daar overleven kon. Dus die jongens hebben dat plan mooi laten zitten. De koning van Frankrijk kwam te plan. En die zegt van ja, als jullie dat niet durven, dan heb ik de oplossing. Ik heb hier twee doodvoordeelden. Die zetten we in een bakje en die gaan een vuur stoken. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. We hebben het gedaan. We hebben de lucht ingegaan of Parijs gevaren. En achter Parijs neergestoken. Maar dat was geweldig, want ze hadden het overleefd. Dus dat betekende dat je in de lucht overleven kon. Wat alleen een beetje minder geslaagd was, was dat ze onthaald werden als helden toen ze weer aan de grond stonden. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling, het bleven wel twee criminelen. Dus de koning ter plekke een wet in leger geroepen dat iedereen die een ballonvaart maakt, wordt in de adelstand verheven. Die wet is nog van toepassing, dus dat gaan we vanavond nog doen. Echt hoor. Ik heb daar nog twee vrijwilligers voor nodig. Hoor, die bent er wel. Past. Het is wel heel stil trouwens. Ja. Spannend. Heel goed. Nee, je moet het help inschenken. Nee, we waren niet al kom. We zoeken natuurlijk. Ik kom op mezelf aan. We doen alles samen. Jammer. We doen alles samen. Voor de junior hoor. Ja, kan dat? Ja. Leg wat gras op jullie hoofd. Dat is het gras waarin we opgestegen zijn en waarin we geland zijn. En dan gaan we aansteken van dat gras. Als het vuur alles in de lucht gehouden heeft, en dan gaan we blussen met champagne. Hierbij zijn jonge baronnen en baronessen van het luchtruim van Ommen tot aan Hoornhorst. Zeg ik anders zelf doen. Waarom? Anthony, kom even hier. Luc! Ja, doe even iedereen. Vanaf het bedrijf. Dank u. Bert Schorhans. Oh god, ik heb twee van jou. Ben van Dam. Ja. Ben van Dam. Theo Zwartjes. Ja. Ook geslaagd? Rooika. Ja, dat is ook nog een verhaal met Marcel niet volledig als je net hebt genoeg. Theo, Rolof. Rolof. Aniek, ja. Geschoten. Binnen, Mulder. Joop. Dankjewel. Erwin Herbert. Ja. Goed. De muur aan je. Ja. Janne? Ja. Jasper? Ja. Ali? Ja, hier. Ali? Ik doe die man uit die lijst. Ja, Joke. Ja, hoor. Gefeliciteerd. Dank je wel.